Hoi, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Ik ben in Brummen vandaag bij de IJsselruiters. En we gaan een proefgerichte clinic rijden van Marloen van Wissen. En ze heeft ook een website, proefgerichteclinics.nl. En jullie mogen meekijken. Ik wil graag proef 16. Ja, helemaal goed. Ja. Maakt mij niks uit welke proef, dat is nooit het probleem. Oké, dan gaan we proef 16 doen. Oké, dus ME. Belangrijk is dat je hem goed buigt in de hoeken. Dat je hem echt buigt om je binnenbeen aan je buitenteugel. Ietsjes eerder afwenden. Nu kom je wel op de lijn, maar je mag iets scherper aan je buitenteugel ook afwenden. Dus je krijgt een 6,5 op binnenkomen. Vooral omdat die wending niet zo strak was. Dat mag iets beter begeleiden. Door een S van hand veranderen. Mooi recht op die AC, dat doe je heel goed. Dat is keurig. Dat is netjes afgewerkt. Hij mag wat in zijn lijf wat meer buigen, maar het is wel mooi op de letter. Ik geef een 7. Voor een 8 mag hij dus meer door zijn lichaam blijven buigen. In allebei die wendingen. En je mag hem iets eerder naar het halt houden. Dit was een beetje te abrupt en dan sta je te kort stil, dan moet hij meteen al achterwaarts. Dus je krijgt een 6 voor het halt houden, gewoon omdat hij meer in balans moet blijven en beter voorbereid. En een 6 voor het achterwaarts. En dan mag je wel actiever ook naar voren. En dat achterwaarts is een beetje diep. Daarom is dat niet een heel hoog cijfer. Actief, lange pas. Hij heeft wel een heel goed achterbeen, maar je mag meer uit die schouders komen. Ik geef wel een 7, omdat ik hem veel ruimte vind hebben in die stap. De takt is ook goed, maar je mag meer uit die schouders draven. En ook met het overgang naar de draf geeft hij even zo'n hakkeltje. En geeft hij een kleine storing in de aanleuning. Dus dan geef ik hem een 6 voor het aandraven. Hij is iets naast de AC-lijn. Het was wel recht, maar wel naast de AC-lijn. Hij mag ook iets meer buigen. Dus dat is weer naast de AC-lijn, dat is zonde. Daarom geef ik hem een 6. Hij mag dus meer buigen. Je moet hem beter op die AC-lijn weer recht zetten. Midden eraf, actiever, meer verruimen. Je rijdt wel netjes terug. Ik geef hem een 6 voor die midden eraf. CX, halve grote volte links. Ja. Dat is dan weer een min, dat is een min 2, hè? Hals laten strekken, die neus tussen de boeg en de voorknie. Neus mooi eruit. 6,5 mag hij wat meer buigen. Hier ook wat meer buigen om je binnenbeen. 6,5. Uit de teugel erbij. Als je probeert iets mooier vanuit je buitenteugel de schouder binnenwaarts in te zetten. Nu stelde je hem eigenlijk vanuit je binnenhand te veel in. En dan valt er iets over die schouder weg. En schouder binnenwaarts, zoals het naam al zegt, moet je de schouder naar binnen zetten aan je buitenteugel. Hij heeft wel buiging, maar de inzet moet wat mooier. Een 6,5. Nu was hij in het begin wel netjes op de lijn en laat liep hij er iets vanaf. Dan krijg je weer een 6,5. Probeer hem echt recht te houden, dan mag hij ook iets voorwaarts blijven. Aan je buitenteugel. En nu is die niet helemaal constant. Dan gaat hij er af en toe even uit. Dus dan krijg je een 5 voor die schouder binnenwaarts. Hij moet wel constant blijven. 6,5 voor het aangalopperen. Dan blijft hij iets voorover. Hij mag wat meer bergop, zoals ze dat noemen. En dan bedoelen we mee met de schoft omhoog. Dus je mag hem iets scherper aan je been hebben. Gebroken lijn mag hij iets scherper, iets meer sprong. 6,5 weer. Middengalop ook weer iets terugrijden, geef ik hem een 6 voor, omdat je dan echt rechter moet houden. Moet je ook echt scherper vertrekken en ook meer terugrijden. Van hand veranderen. Mag hij ook rechter blijven, dan wordt hij een beetje scheef. Dan zou die schouder iets naar links als je in die linkergalop op die diagonaal komt. Ik geef hem een 6 voor die overgang naar de draf op die diagonaal. Aangalopperen een 6,5. Want dat is verder wel netjes, maar let op dat hij die hals op lengte houdt. En hier moet hij meer
verruimen en ook meer terugkomen. Dus meer overgang tonen, een 6 voor die middengalop. Hier vind ik hem wel wat klein. Tussen 8 en 10 meter. Deze is net 6, denk ik. Dus ik geef hem een 5. Die moet hem iets schuiner afstellen. En nu ging hij af en de overgang naar de trap. Ging die wel erg scheef en sprong die ook nog om. Ja. Dus afwenden, D-arbeidsdraf, dat deed hij niet. Dus hij ging omspringen. Ja. Dat is wel een laag cijfer. Dan moet ik je een 3 geven, Romy. Ja. En te halt houden staat hij wel netjes. Die op X. Oh ja, dan moet op X. Sorry, dat dacht ik de G. Oh, maar goed dat je dat zegt. Ik ken deze proef niet uit mijn hoofd. Ja, dat is te laat. Ja. Dus dan krijg je een 3 ook. 2 drieën, de laatste lijn. Ja. Gooi een boel puntjes weg. Maar het is eigenlijk omdat hij dan niet genoeg voorwaarts blijft. Dat is eigenlijk wat ik je wil zeggen. Vooral in deze proef. Kijk, hij wordt wel een beetje snel anders. Dus ik kan me voorstellen dat je dan denkt van ja, dan wordt hij te snel. Ik ga niet zoveel voorwaarts. Hij heeft het wel een beetje nodig. Ja. Maar ik zou hem iets meer, als je hem dus stabieler wil krijgen, zou ik hem meer voorwaarts rijden. En dan met het risico en ondanks dat hij misschien sneller wordt. Ja. Maar doe dat even, zodat hij beter naar de hand toe gaat lopen. En dan, als je dat stabieler in je hand hebt, dan kan je zeggen, dan rijd ik weer iets terug. Maar dat is denk ik de zoektocht die je ook een beetje hebt. Ja. Je moet meer naar de hand toe rijden. Ja. En ik heb eigenlijk heel weinig contact. En ik hou er wel, ik wil niet met kilo's rijden, maar het is voor de stabiliteit net te weinig. En dan wordt hij heel snel weet je wel. Maar hij vindt het wel prettig om stabiliteit te hebben met aanleuning van jou. Ja. Hij vindt het wel prettig. Ja. Vinden veel paarden prettig om jou toch een beetje te voelen. Ja, dan moet je wel, en dat heeft niks met kilo's te maken, maar dat is wel die verbinding, echt verbinding houden. Ja. En sommige paarden hebben verbinding op 5 gram, maar dan hebben ze ook verbinding. Maar met de teugels los of dat hij net niet eraan is, dat is dan weer te weinig. Ja. 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 Wat ik jou wil vragen in ieder geval, is om er meer door te rijden. Ik wil eigenlijk de proef gewoon nog een keer doen. Ja, okay. Maar dan gaan we gewoon eventjes, dan ga ik je nog een keer meer, ik was nu echt aan het beoordelen. Ja. Maar dan wil ik je ook echt meer begeleiden. Ja. Wil je ook die andere punten trouwens? Ik heb niet helemaal doorgepunten. Oh, dat wil ik wel 5. Ja, als je die onderste punt. Ja, de stap krijgt hier 7, de draf krijgt hier 6, want ik wil meer ruimte voor die verruiming. Galop, ook idem. Meer ruimte, verruiming tonen. En dan krijg je de impuls, een 6. Dan moet naar een 6,5. Aanleuning, ontspannen. Of rechtgericht aan, ontspannen aanleuning gaan een paard, 5,5. Onrustig in de aanleuning. Vooral die laatste lijn heb je heel veel weggegooid. En hij moet gewoon iets stabieler blijven in die aanleuning. Ook makkelijker buigen. Rijvaardigheid en harmonie. Dan geef ik, ja, ik vind het wel jammer van die laatste lijn, maar geef toch een 6,5. Ik vind toch wel dat het beter op elkaar afgestemd moet worden, maar dan ga ik naar de effect van de hulp en naar een 5,5. Door die laatste lijn onder andere. Ja. En dat ik wel wil dat je hem gewoon iets meer eraan rijdt. Ja. Maar niet op een vervelende manier, maar gewoon voorwaarts rijden. Snap je wat ik bedoel? En dan houding en zit, een 7,5. Oké? Okay? We gaan draven. We gaan meteen de proef daarna doen. AXC, binnenkomen, arbeidsdraaf, dat hoeft niet te zijn. Actief draven. Beetje voorwaarts. Dit. Dat kan die wel hebben hoor. Ga gewoon eens even kijken hoe die daarop reageert. Je niet stoer rijdt. Goed zo. Niet te vroeg afwenden. Als de neus van je paard bij de letter is, dan pas ga je scherp wenden. Dan heb je veel meer gevoel van lijn. Goed. Juist. En iets meer buigen om je binnenbenen in die wendingen. Want hij was heel mooi op de letter. Kijk om je heen. Haal je uit dat je mooi op die AC-lijn uitkomt. En mooi die buiging. Buiten teugel. Geef niks. Geef niks. Want we willen nu. Ik haal je ook een beetje uit je comfortzone. Hè? Dus dan kan het zijn dat je iets meer foutjes krijgt. Maar dat is niet erg. Hè? Dat is gewoon even jou een beetje scherp maken. Goed. Verbinding houden. Stilstaan. Mooi. En dan pas ga je achterwaarts. Heel goed. En dan moet hij ook direct naar achter. Nu zit hij te twijfelen.
Maar je moet hem dan zo helpen dat je zegt van, je gaat meteen achterwaarts, snap je? Dat hij snapt, oké, ik moet meteen grote pas achterwaarts, niet zo'n half bakken pasje, nee, meteen een grote pas. En dan actief lange passen uit die schouder. Actief lange passen uit die schouder. Kijk, ja, dan draaft hij een keer weg. Dat doe je in de proef niet, maar we zijn nu jou even uit je comfortzone dadelijk. Dat laatste stukje was trouwens wel beter, die stap. Dat is wat we willen. En die draf moet die aan je buitenrug netjes over de rug blijven. Dat is beter. En dan ga je afwenden, hè. Goed zo. Actief, oh, recht houden, hè. En dan gaat hij een beetje van die lijn af, hè. Blijf op die lijn. Mooi buigen, niet te rond maken. Aan je buitenteugel. Buigen vooral in zijn ribbenkast, niet te veel in zijn hals. Dus je moet met jouw rechterkuit die ribbenkast een beetje naar links toe willen rijden. Als je snapt wat ik bedoel. En dan naar voren, goed uit die schouders laten komen. Goed zo, kijk, dan krijg je al een heel andere middendraf. Voel je dat verschil? Ja, voelde ik echt aantrekken. Juist, kijk, en dan snapt hij jou veel beter. Communicatie, heel belangrijk, neus eruit. Lekker naar voren draven, Romy. Goed zo. En dan ga je buigen weer en dan ga je de teugels op maat maken. Buig hem om je binnenbeen. Dus met je rechterbeen tik je zijn ribbenkast een beetje naar links, neusje eruit. En dan buiten teugel, hè, die voorhand naar binnen. Ja, weet je, geef niks dat dit gebeurt. Geef niks, je moet dit allemaal nog oefenen. Maar ik neem je alvast mee, snap je? Ja. Goed zo, ik neem je alvast mee in het begin van het leerproces. Ja. Heel goed, buiten teugel erbij. Goed zo. En recht, hè? Kaarsrecht. Goed zo wat je doet. Zo, ja. Mooi. Nou heb je hem ook recht op die lijn. Goed zo. Tijd buigen, voorwaarts houden. Buigen om je binnenbeen. Rechte teugel erbij, want we zetten met je schouder naar binnen met je buitenteugel. Hou ritme. Hij moet in de buiging blijven, hè? Dus dan moet je ook iets door blijven rijden. Dan kan die ook in zijn ritme blijven. Goed. Niet te laag. Proberen met de oortjes iets boven de schof te houden. Anders valt iets voorover. Ja, dit is wel een hele kleine gebroken lijn. Dat is de echte kleine. Goed, die oortjes zijn beter zo. Goed zo. Dit is mooi. Dan kan die iets beter in balans. En nu erachter onderdoor rijden. Alsof je op zijn staart wil komen te zitten. Zo moet je paard onder je doorrijden. Dan mooi die verbinding. Heel zacht in je hand. Iets meer buigen in de wending, iets scherper naar binnen zetten. Goed, soepel zijn, mooi. Mooi doorrijden, goed gedaan. Naar voren houden, buiten teugel erbij. Naar voren, naar voren, naar voren. Juist. En nu weer onder je doorrijden. Schouder iets naar binnen houden. Vindt hij moeilijk? Goed zo, maar er gebeurt er wel wat. Ja. Buiten teugel, niet te veel binnen. Goed zo. Heel goed hoor. En dan scherper naar binnen. Eerst naar de E toe rijden. Zo scherp moet je naar binnen rijden. Dan krijg je pas een mooie... Blijf heel eventjes in de rechte galop. En dan gaan we bij de K weer een gebroken lijn maken. Dan ga je bij de K eerst naar de B wenden. Eerst scherp naar binnen wenden. En dan pas weer terug scherp naar binnen. En nu kijk je naar de C en dan weer naar de H. Dan kan je veel beter richten. Voel je dat? Ja. Dus het beginstukje is het belangrijkste van je gebroken lijn. Van de M naar de E weg. Dan zitten we weer op de lijn van de proef. Twee handen naar rechts, kijken naar de E, scherp naar binnen. Dan naar de A en dan weer afvlakken naar de C. Naar de F. Sorry, linker teugel. Linker teugel. Goed zo. Juist. Goed. En nu naar voren, naar voren, naar voren, naar voren. Anders komt die achter je B. Ja, dat komt. Dat komt, naar voren, juist. Is niet erg. Maar daar ga je naartoe werken. Voel je dat? Ja. Hij denkt te veel terug. En ja. Dan komen zijn pootjes naar achter in plaats van naar voren. Ja. En toen je die middendraf reed, zag je lekker pootjes. Ja. En die moet ik open. Ja. Ja, ik besef me ook dat ik hem eigenlijk heel voorzichtig ook altijd heb gereden. Omdat hij zo sensitief en temperamentvol is, ben ik de proefjes ingegaan met... Hoogbraaf. Ja, en niet uit angst, maar gewoon wat ik weet van als ik een schepje bovenop doe, dan krijg je van die galopsprongetjes en dan weet je wel. Ja, maar hij hoeft niet perfect te zijn.
Maar je moet voor zijn balans is het beter als je het achterbeen dan een beetje onderdoor rijdt. Ja. En de oortjes iets hoger dan de schoft. Ja. En dan kan die veel mooier in balans komen. Ja. En dan kan je mooi die verbinding houden. En van daaruit ga je al die oefeningen doen. En nu, wat ik al zei, heb ik jullie even uit je comfortzone meegenomen. Ja. En dan krijg je allemaal een beetje storingjes. Maar dan ga je wel glad strijken door dit te oefenen. Ja, precies. Ja, ik moet er wel iets meer aan rijden eigenlijk. Ja. Ja. Dus, dat vind ik leuk. Ja, ik vind het ook leuk. Maar ik vind proefjes rijden best moeilijk hoor. Dat is ook heel moeilijk als je het goed wilt doen. Ik vind het fijn om mijn gevoel een beetje rond te cirkelen. Tuurlijk. Dat maar is hartstikke... moet je heel puntgewijs, dat vind ik heel moeilijk. Maar daar leer je wel veel van. Ook voor je paard. Ja. Leuk. Romy, ik vond het heel erg leuk dat je bij mij geweest bent vandaag. Om je proef te oefenen. We hebben twee proefjes gereden vandaag. De eerste proef, hè, die deed je eigenlijk zelf. Heb ik alleen maar punten gegeven. En de tweede proef heb ik Romy wat meer geholpen. En haar wat meer uit de comfortzone gehaald. En dat is best lastig, want er kwamen wel een paar foutjes. Ja, maar dat is niet erg, want daar gaan ze natuurlijk meer aan de gang. Ja. En dat is ook het leuke van de proefgerichte clinics. Hè? Ja. Dan kun je het oefenen. En dan kan je daarmee, dan krijg je weer wat huiswerk mee en dan kan je daarmee aan de slag. Ja. En dan kan je het nog een keer laten zien de volgende keer. Nou, heel erg bedankt dat je ons hebt willen beoordelen en helpen. Ja. En ook heel leuk dat je dit organiseert, want het is heel erg laagdrempelig. En volgens mij kan je van B tot en met Grand Prix kan je bij jou terecht. Absoluut, absoluut. En ik vind het heel leuk. Spannend om jezelf te laten beoordelen. Maar als je op wedstrijd gaat of je gaat naar zoiets, dan ga je ook om beoordeeld te worden. Maar je doet dat op een hele positieve, enthousiaste manier. Dus dan voel je je ook wel gewaardeerd en niet afgekraakt, zeg maar. Ja, en daar, weet je, het is zo belangrijk dat je moet plezier in blijven houden. Ja. En ook je paard. Ja. Dus kijk, tuurlijk moet je ook leren en dat moet ik je ook meegeven. Maar ja, het ligt eraan hoe je het brengt natuurlijk. Ja. En je moet ook volgende keer zoiets hebben van, oké, weet je, daar ga ik aan werken. En dan hoppakee, dan gaan we de volgende keer gaan we proberen met beter te doen. Ja. Nou, en niemand rijdt perfect, dus dat is helemaal niet erg. Nee. Nou, over een paar maanden dan hoop ik te laten zien wat we hebben geleerd. Leuk. En dan kom ik nog een keer terug. Dankjewel. Goed gereden. Ja, jij bedankt. Zet hem op met je huisje. Dankjewel. Inmiddels ben ik terug op stal. Ik ga zo meteen even lekker op Ronnie rijden. En ik hoop dat jullie het leuk vonden om mee te kijken tijdens mijn proefgerichte clinic. We hebben dus twee keer het proefje gereden, proef 16 van de klasse M1. En de eerste keer reed ik hem gewoon op mijn eigen manier. En wat ik heel erg leuk vond, is dat zij bepaalde punten benoemde. Waarvan ik dan tijdens mijn proef dacht van, ja, ik weet het wel. Maar ik doe dat met een reden. Ja, bijvoorbeeld kleine dingen, zoals ik weet dat hij wat meer moet buigen om het binnenbeen, vooral op rechts. Vindt hij heel erg moeilijk. En in mijn tweede proefje gingen we dan wat specifieker aan dat soort dingen werken. Dus wat meer activiteit, wat meer buiging om het binnenbeen. En dan zag je ook dat er wat meer foutjes boven water kwamen. Maar dat komt omdat we juist die kritieke puntjes een beetje opzochten. Maar dat gaf me wel even... Ja, ik was even uit mijn comfortzone, dat zei Marlon ook... Maar dat was wel nodig. Ja, dan weet ik weer waar ik naartoe moet gaan werken. En nu kwam ik mijn proefje een beetje door met 6, 6,5. Af en toe een keer een 7. Maar ja, als het fout gaat, dan ga je ook gelijk naar een 3 of een 4. Dus dat mag allemaal gewoon meer bevestigd worden. En ja, ik vond het heel leuk. En ik ga ermee aan de slag. En als jullie willen weten hoe dit zijn vervolg, wat voor vervolg dit krijgt. Als jullie het leuk vinden om mij te volgen met mijn paarden, dan kan je natuurlijk abonneren. En vergeet niet om deze video te liken als je het leuk vond. Dan weet ik dat jullie mijn video's waarderen. En wie weet, tot de volgende keer. Doeg!